Geen windmolens in Uddel. En standbeeld van Bongo, terug naar Berg en Bos. De Apeldoornse gemeenteraad was gisteravond voor het eerst na het zomerreces weer bijeen. Op de agenda van de politieke markt stond het vervolg van de discussie over de windenergie in Apeldoorn. Het betreft een consultatie en dat betekent zoveel dat het college bij de raad ophaalt wat haar standpunten zijn. En dat betekent ook dat, nou goed, we gaan eerst zien wat u er als gemeenteraad van vindt, maar dat betekent ook dat we daar verder geen besluitvorming over gaan plegen. En dat betekent ook dat het aan mij is vanavond om naar uw woorden te wegen en te kijken of we tot een conclusie kunnen komen. En we gaan in de loop van de avond zien of dat mogelijk is. Het plaatsen van windmolens langs de snelwegen, de A1 en de A50, was een tussentijdse conclusie waar een meerderheid voor aftekende. Verder... Ik denk ook dat ik wel de conclusie kan trekken dat u eigenlijk naar allen, of bijna allemaal zegt dat de locaties in Uddel wat u betreft niet verder onderzocht kunnen worden. Dat klopt, hè? Dat concludeer ik goed. Ja, en ik weet dat u nog geen opmerking heeft gemaakt, meneer Kranenburg, maar het tekent zich wel een meerderheid af. Dat kan ik niet zeggen over de locaties Klarenbeek-Loenen en daar ga ik ook geen uitspraak over doen. Als u dat wilt, dan zou ik u advies geven om dat in ieder geval in de raadsvergadering te doen door middel van een motie. Ik ga als voorzitter, omdat het echt too close to call is, mijn vingers staan niet aan branden. Een ander discussiepunt, wat door meerdere partijen ter sprake werd gebracht, maar door de SGP als eerste, was het proces. De wethouder vond daar het volgende van. In de hele bredere discussie die hier ging over de communicatie en dergelijke, wil ik eerst gezegd hebben dat we daar natuurlijk, hè, als daar wat over gevonden wordt, dan kijken we kritisch daarna. En we hebben ook wel degelijk, hè, in de brief dingen waarvan we achteraf zeggen, nou, misschien hadden we net een andere formuleringen moeten kiezen. Dat vind ik een volstrekt logische leercurve. Dus daar hebben we zeker zelf kritisch naar gekeken. Maar tegelijkertijd, in dit gesprek heb ik ook met een aantal mensen, een aantal omwonenden, een aantal mensen die ik hier nu ook in de zaal zie zitten gehad, ben ik er ook, zijn we als college er ook van overtuigd dat er een moment gaat zijn dat je een keer naar buiten gekomen met zo'n verhaal. En dan is het altijd lastig. En dan snap ik best de reactie dat alleen al naast het feit dat smaken verschillen, maar dat dan best een spannend moment is als zo'n brief op je deurmat valt. Wat u als eerste aanslingerde was het proces, de procedure. Wat was er nou zo mis mee? Wat wij in Apeldoorn hebben geleerd van de eerste keer dat wij, zeg maar, nadrukkelijk in Apeldoorn gesproken hebben over windmolenproblematiek. Dat was de vestiging van windmolens in Beekbergsebroek, het gebied ten zuiden van de A1. Toen is het echt helemaal misgelopen en dat kwam er vooral op neer dat er onvoldoende draagvlak was bij de bevolking. Er was een plan gepresenteerd van daar en daar moeten 3 windmolens komen. En dat was niet van tevoren gecommuniceerd. Dat werd plomp verloren neergelegd. En gewoon onderzoek wijst uit dat als je dit soort processen doet, dan moet je burgers eerder meenemen in dit type bewegingen. Nou, in Beekbergsebroek is dat spaak gelopen. Heeft de gemeenteraad een raadswerkgroep ingesteld. Die is met een rapportage gekomen hoe we dit in vervolg moeten uitvoeren. En dat betekent in ieder geval niet weer met een brief naar buiten komen van daar en daar moeten windmolens komen. En dat is exact weer gebeurd. En dat vindt de SGP heel erg jammer. Ja, mijn punt is, hoe communiceer je dan die locatie? Je zult een keer met een locatie naar buiten moeten. Dus of je dat nou vroegtijdig doet of wat later, je moet een keer naar buiten. En dan krijg je toch met dit soort emotionele dingen altijd deze reactie. Andere plaatsen waar het ook allemaal heeft gespeeld en soms ook nog loopt, blijkt dat. Het leidt altijd bijna wel tot enige vorm van commotie. Maar niet het type commotie wat we in die zin in Apeldoorn hadden. Op het moment dat je een paar locaties benoemt en in een brief te horen krijgt van gemeente Apeldoorn wil graag op die punten, op die locaties willen ze windmolens hebben. Dat is de verkeerde aanpak waar je wel voor moet kiezen. Er zijn ook bureaus voor, ook in Gelderland. Ook bureaus die echt nadrukkelijk staan aan de kant van natuur, milieu, inwoners. Je moet een zorgvuldig proces voeren. Als gemeente denken we na over er moeten windmolens in Apeldoorn komen.
daar gelden bepaalde parameters voor. Moeten dat grote windmolens zijn, wat kleinere windmolens? Hoe dicht mogen ze bijvoorbeeld bij de inwoners staan? Dat mensen op een gegeven moment duidelijk is, op die manier willen wij het in Apeldoorn gaan doen. En dat tekent zich op een gegeven moment een proces af. En dan moet je ook weten aan de voorkant al, als we daarin meegaan, dan heeft dat die consequenties ook een financieel opzicht. En dus dat je daar bepaalde baten van hebt. En dan heeft niet die baten zijn niet een paar tientjes op een jaar. Dat gaat echt om behoorlijk geld. En dat... Die bekende voorbeelden, ook in Gelderland zijn er, en dat hebben we ook aan het college meegegeven, gaan overleg met die andere gemeenten, hoe die dat hebben aangepakt. En je kan nooit voorkomen dat er helemaal geen weerstand is, of dat alle mensen het ermee eens zijn. Dat zou mooi zijn. Dus dat hou je wel, maar je doet het zorgvuldiger dan nu is gebeurd. Het bronzen beeld van Bongo, destijds gemaakt door de Ugchelse kunstenaar Rob Maris, stond de afgelopen 5 jaar in het eigen Bongo-parkje op de Hoekkanaalstraat en de Hoofdstraat. Daar wordt volgend jaar gebouwd en dus mocht het beeld terug naar Park Bergenbos. Nou, iedereen in Apeldoorn kent natuurlijk al lang de geschiedenis van Bongo, maar voor de mensen die het nog niet weten, kun je ons even opfrissen. Wie is Bongo? Bongo is jarenlang de gorilla-leider in Apeldoorn geweest. En hij heeft na echt tientallen jaren heeft hij in Apeldoorn geleefd. Met een prachtige grote groep. Hij is ook vader geworden van ontzettend veel kinderen. En die hebben ook vervolgens weer kinderen gekregen. Dus Bongo is toen helaas in 2005 is hij overleden. Hij was toen 33 jaar. En hij heeft zoveel betekend voor Apeldoorn, maar ook voor het hele fokprogramma van de gorilla's. Dat wij destijds hebben besloten om een mooi beeld aan hem te wijden. Het beeld van Bongo kwam in eerste instantie op het voorplein van Park Bergenbos. Destijds toen Park Bergenbos werd gerenoveerd, past het helaas niet meer helemaal in het beeld- en kwaliteitsplan. En toen moest er een andere plek voor gevonden worden. En eigenlijk had Apeldoorn ook heel lang al de wens om te kijken hoe we wat meer zichtbaarheid in de binnenstad konden krijgen. En toen bood zich de mogelijkheid aan dat hij een plekje in de binnenstad kon krijgen. Toen is hij dus daar naartoe verhuisd. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! En toen een tijdje geleden, toen had ik eigenlijk gesprekken ook met de gemeente, met de Acres, van hij moest toen eigenlijk weg op de plek in de binnenstad waar die stond, van nou, waar kan die dan terecht? Ja, toen heb ik toch weer stiekem een balletje opgegooid van zou die misschien weer terug kunnen naar het voorplein van Park Bergenbos? Want dat is toch wel de plek waar die eerst stond en waar we hem heel graag weer terug wilden hebben. En dat is uiteindelijk gelukt. Afgelopen woensdag gingen de werkzaamheden van start. Het beeld losmaken en transporteren terug naar Bergenbos. Het plaatsen nam enige tijd in beslag. Nou, ironisch genoeg, Bongo zit nou wederom weer opgesloten tussen hekken. Maar wanneer is voor het grote publiek weer geopend dat mensen hem weer mogen aanraken? Nou, hij is eigenlijk verder nooit opgesloten geweest, hè, tussen hekken. Want Bongo die heeft al die tijd op een prachtig gorilla-eiland geleefd. Van meer dan een hectare, zonder hekken eromheen. Dus hij heeft altijd heel erg veel de ruimte gehad. Maar nu inderdaad staat hij heel even tijdelijk tussen de hekken. En dat komt omdat we verwachten dat daar ook wel een aantal kinderen misschien op zullen klimmen. Dus er moet een valdempende ondergrond moet er omheen. Daar zijn ze nu mee bezig. En de verwachting is dat die maandag of dinsdag dat de hekken worden verwijderd. En dat, dan, dat iedereen dan weer helemaal kan fotograferen. Morgen is het licht bewolkt, zonnig en droog bij een temperatuur van 20 graden. Dat beeld houden we ook in de avond, waarbij de temperatuur daalt naar 10 graden. Zondag droog, licht bewolkt, 21 graden. Maandag neemt de kans op een bui weer toe.